Hey guys, welkom of welkom terug bij een nieuwe video. Ik begin ook deze video weer in Amsterdam, want ik ga jullie weer meenemen in de studentenweek in mijn leven. Het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag vrij van school, maar ik ben wel in Amsterdam. Want ik heb al een tijdje deze solo date dag gepland. Ik wilde heel graag naar Amsterdam gaan om even in wat winkels te kijken, voor wat fall fashion inspo. En ik wilde heel graag nog naar een koffietentje waar ik nog niet ben geweest, maar wel heel veel goede dingen over heb gehoord. Dus daar ben ik heel excited over. Ik heb heel erg veel zin in een matcha. Ik ben helemaal excited voor deze dag. Maar ik ga dus nu even naar het koffietentje toe om lekker een matcha te halen en dan neem ik jullie de rest van de dag mee. Secured de matcha. Aan de ene kant denk ik, ik moet gewoon matcha kopen dat ik het thuis ook kan maken. Maar ik vind het ook wel leuk dat als ik dan naar zo'n cafeetje ga of een koffietentje, dat ik dan dus matcha bestel. Omdat ik het thuis eigenlijk niet kan maken. Maar deze is super lekker. Ik snap ook waarom St. Jean zo populair is. Want ze hadden zoveel lekkere pastries. Maar ik heb gekozen voor de famous pistachio cruffin. En hij ziet er echt zo lekker uit. Dus ik ga dat even proberen. Ja, echt super lekker. Ik ga hier even van genieten en daarna ga ik naar de winkelstraat toe. Ik wil namelijk een beetje wat winkelen. Ik wil sowieso naar Meet Me There, Sweet Benedict, The Brandy en Subdued. En als ik onderweg nog iets anders tegenkom, dan ga ik daar ook heen. Ik vind het echt heerlijk om in mijn eentje te shoppen, want dan kun je gewoon lekker rustig alles bekijken. Rustig op je gemak passen. Dus dat is voor nu het plan. Hier heb ik echt heel erg naar uitgekeken. Dus ik heb zin om naar deze winkels te gaan. Ik ben net naar het koekenmannetje geweest. Want ik vind dat je daar echt de lekkerste koekjes ever kan halen in Amsterdam. En ik kan eigenlijk de stad niet uit zonder deze gehaald te hebben. Dus ik heb er zoveel zin in. Ik heb ze eigenlijk gehaald als cadeautje. Want vandaag is het de 24e, wat ik dat het de anniversary is van mij en Annabel. Het is misschien een beetje cringe, maar wij staan er wel elke maand bij stil. En ik hou ook vaak een kleinigheidje. Dus ik heb deze koekjes gehaald. Ze hadden dus nu als special witte chocola en framboos. Nou, sorry, dat is echt mijn favoriete smaak ever. Dus ik ben er super excited voor. En dat gaan we vanavond dan maar even testen. Annabel heeft vanavond ook een date night gepland. Het is helemaal geheim, dus ik weet niet wat het is. Ik ben super excited ook daarvoor, maar dat zien we vanavond. Maar ik heb in ieder geval koekjes gehaald en ik ben hier zo excited over. En ik ga nu onderweg naar de winkels. De Sweet Benedict in Amsterdam is echt super underrated. Ze hebben echt heel veel leuke dingen, zoals ook deze leuke accessoires. Ik had ook deze trui gepast en ik vond deze wel echt super, super leuk. Ik hou ervan om naar de Brandy te gaan voor van die cute pyjama setjes. En ik vind de accessoires hier ook altijd echt mega leuk. Ook de Subdued had een aantal leuke dingen en ik ben best wel into panterprint, zoals je misschien wel door hebt. Thuis uit Amsterdam. Ik ga zo meteen even mijn spullen pakken, want Annabel komt mij zo ophalen en dan begint de date night. Ik weet dus niet wat Annabel heeft gepland, dus ik ben echt mega benieuwd. Ik heb dus het kleine cadeautje en ik heb er ook een klein boekje bij gedaan en dit zijn 50 messages for you. Dus dat ga ik straks aan haar geven. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Maar ik ga dus nu even mijn spullen pakken en dan kunnen we zo gewoon gelijk gaan. Ik vlog onze dates meestal via TikTok, dus bij deze de TikTok die ik heb gemaakt van onze date night. Het was weer tijd voor een date night, maar voordat de date begon heb ik nog een kleinigheidje in Amsterdam gehaald, want het is vandaag ook ons anniversary. Ik heb mijn lievelingskoekjes gehaald voor mijn lievelingspersoon en ook nog dit boekje met wat persoonlijke berichtjes erbij gedaan. Annabel had deze date gepland en ik had geen idee wat het plan was, maar ze begon met koken voor ons en dat werd uiteindelijk een Mexicaanse bol en deze was echt zo lekker. Echt een keukenprinses is ze. Na het eten heb ik mijn cadeautje gegeven en we hebben uiteraard als toetje de koekjes geproefd en oh my god, deze zijn echt de best. Ik kan gewoon niet in de stad van Amsterdam zijn geweest zonder dat ik deze meeneem naar huis. Verder had Annabel gepland dat we samen met een soort klei een spiegel gingen versieren. Dit vond ik echt zo'n leuk en creatief idee en het was echt super leuk en makkelijk om te doen. Het eindresultaat ziet er zo kleurrijk uit met al die vrolijke bloemetjes. I love it. En deze date was weer een succes en gaan we zeker vaker doen. Good morning!
is vandaag woensdag en vandaag hoef ik pas om 2:30 op school te zijn. Dus dat is best wel chill, want dan kan ik nog even lekker de ochtend tijd nemen. En wat ik wel fijn vind om te doen is een workout. Eigenlijk doe ik elke dag gewoon een workout. En ik vind het fijnst om dat dan voor school te doen, want dan begin je dan gewoon gelijk productief. Voelt gewoon zo goed dat je dat al hebt gedaan. Daarna ga ik me lekker klaarmaken voor de dag. Even lekker een ontbijtje maken. En ik vind het ook heerlijk om bij het ontbijt te journalen in plaats van op mijn telefoon te zitten. En het is eigenlijk super fijn om te doen. Dan heb ik ook die mindfulness al gedaan. Dus dan voel ik me echt die productive queen. Dus als ik de tijd heb, ochtends zoals nu, dan vind ik het heerlijk om even er de tijd voor te nemen. Dus ik ga nu lekker uit bed een workout setje aandoen. En even denk ik een 20 minuten workout of zo doen. Nothing crazy, maar gewoon wel chill als ik dat even heb gedaan. Eet ik een yoghurtbol, dus ook nu. Ik heb trouwens mijn haar een vlek gedaan. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik moet gewoon wat vaker een leuke haarstijl doen. Want eigenlijk doe ik altijd het los of een half op half down. Maar dat wordt gewoon een beetje repetitive. Maar ik heb dus ook mijn journal. Dit is mijn self-reflecting journal, om maar zo te noemen. Waarin ik dus gewoon van die prompts invul die ik op Pinterest vind. Echt een goede start van de dag. En ik heb natuurlijk weer een iced coffee. Kan niet zonder. Dus ik ga dit even doen. Lekker even journalen en ontbijten. En dan ga ik alweer onderweg naar het station. Vandaag was eigenlijk vooral gefocust op zelfstudie. Dus ik ging eerst onderweg naar de Joe & The Juice om wat lekkers te halen. En toen ik op school aangekomen was, ging ik gelijk aan de bak. Ik heb namelijk een herkansing die ik maandag moet inleveren. Wat super spannend is. Dus ik ben daar hard voor aan het werk. Ik probeer er positief in te staan. Maar ik ben best wel zenuwachtig voor het cijfer. Dus denk aan me. En fingers crossed dat ik het haal. Onderweg naar huis zat ik in een bomvolle trein. Maar gelukkig mochten we in de eerste klas zitten. Dus dat was dan wel weer heerlijk. Ik ben inmiddels weer thuis van school. Ik heb lekker een kop thee gemaakt. Want het is al de hele week super regenachtig. En ik vind het dan heerlijk om mijn dag te eindigen met een lekker warme kop thee. Ik heb net even mijn haar nat gemaakt. Omdat ik even heatless curls wil doen. Ik vind het wel leuk om de laatste tijd wat meer leuke dingen te doen met mijn haar. Zoals dus mijn haar krullen. Ik wil dus wel echt binnenkort weer een keer naar de kapper. Want ik had dus altijd curtain bangs. Maar die heb ik dus nu niet meer. Omdat die zijn al lang uitgegroeid. Dus ik ga denk ik binnenkort even naar de kapper. Om het gewoon weer even allemaal lekker in laagjes te knippen. Ik zie er echt een beetje suf uit. Maar goed, ik ga nu in ieder geval een lekker mijn theetje drinken en ondertussen dit boek lezen. Ik lees nog steeds voor voeding. En ik ben nog niet super ver, want ik heb gewoon de laatste niet echt tijd gehad om te lezen, wat ik wel jammer vind, want ik hou echt van lezen. Maar tot nu toe vind ik het echt een super goed boek. Ik ben echt heel erg benieuwd waar dit naartoe gaat. Dit kan eigenlijk echt alle kanten op gaan, maar omdat het zo'n goed boek is, heb ik wel een beetje hoge verwachtingen. Dus, we gaan het zien. Tot nu toe vind ik het in ieder geval een leuk boek. Ik ga dit lekker lezen terwijl ik mijn thee opdrink. En dan ga ik lekker op tijd slapen, want ik moet morgen er vroeg eruit. Maar ja, ik zal morgen even laten zien hoe mijn haar eruit ziet. Ik hoop dat het wat leuks is. Voor nu, slaap lekker! Het is letterlijk nog donker buiten. Maar goedemorgen. Het is echt super vroeg. Maar ik heb het net klaargemaakt voor de dag. Dus ik ga even kijken hoe deze zijn gelukt. En ik ben erg benieuwd. Het was best prima mee slapen. Dat is wel echt mijn favoriete manier om heatless curls te doen. Want het ligt eigenlijk gewoon lekker. Je hebt er verder geen last van in de nacht. Dat vind ik wel heel fijn. Beetje crazy. Dus ik ga het even een beetje borstelen. Het zit hier vooraan altijd een beetje geheim. Dus ik ga toch even kijken hoe het is met een haarband. Ik heb verder nog deze Gizu haarolie die ik er nog even in ga doen. In de hoop dat het allemaal wat beter blijft zitten. Ik ben helemaal ready om te gaan. Ik ga even ontbijten en dan ga ik onderweg naar school. Omdat ik best wel een stukje onderweg ben met de trein, doe ik vaak wel iets voor school, iets lezen of ik ben aan het journalen of zo. Vandaag had ik les van 2,5 uur en ik heb heel veel gemaild voor een project die ik moet doen. En daarna hadden we een event. Dit blok moesten we naar een event om inspiratie op te doen voor ons eigen programma. En dit was best wel interessant om te zien. Afgelopen week heeft het echt zoveel geregend. En elke keer als ik onderweg ging naar huis, werd ik gewoon helemaal nat geregend. Ook al is het letterlijk 5 minuten fietsen voor mij. Vandaag voelde ik me echt super vies daardoor. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon lekker mijn haar wassen. Want door die heatless curls en alles was het echt een vogelnest geworden. Dus ik heb net heerlijk een everything shower gedaan. Want ik had wel zin in een end of the week self-care night. Ik heb net lekker uitgebreid mijn haar gewassen. Mijn lichaam voelt helemaal schoon. Die ga ik lekker zo meteen even insmeren met dat body. Butter. Ik ga nu in ieder geval even mijn haar veunen. En dan vanavond even lekker weer chill doen. Even rustig aan. Want ik ben wel toe aan even lekker self-care avondje. Dus dat is het plan. Ik heb een water.
waterfles lekker gevuld met ijskoud water. Die mijn kamer heeft gezellig gemaakt. En ik vind het zo lekker dat ik nu eventjes een avondje niks heb. Deze schoolweek was best wel druk. En elke avond had ik wel werk of huiswerk of andere plannen. Maar even zo'n momentje voor de self-care vind ik ook wel fijn. Dus ik ben blij dat ik nu eventjes niks kan doen. Ik heb ook dit face mask gepakt. Die ga ik zo even opdoen. En ik heb lekker mijn pyjama aangedaan. En ik ga zo denk ik even lekker Netflix kijken. Op dit moment kijk ik Nobody Wants This. En ik vind het echt een hele leuke serie. Ik heb hem bijna uit al. Dus ik ben erg benieuwd. Dus dat ga ik zo lekker nog een beetje bingen. Ik heb maskers aangebracht. Mijn laptop ligt klaar. Ik ben helemaal cozy en ready voor deze self-care night. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het weer leuk om jullie even in mijn studentenweek mee te nemen. Ik ga hier zeker nog heel veel video's van maken. Dus abonneer zeker als je meer content zoals dit wil zien. Oh, wat erg dit dat ik dit zo opneem. Het enige wat ik nog ga zeggen is, ik waardeer jou meer dan je denkt. Heel erg bedankt dat je hier bent. En tot volgende week bij een nieuwe video.